Zo, vandaag gaan we instant schuim maken, water laten zweven, een ei in de fles krijgen en als toetje gaan we bellen blazen met een rietje. Zo! Yeah. We hebben een fles. We hebben een ei. We gaan proberen. Kijk maar, pas er niet in zonder te duwen om ei in de fles te krijgen. Dus zullen we dadelijk het ei in de fles duwen? Bennen, dus jullie de zwegel in de fles? Nee. Julie. Welke zwegel? Deze. Oké. Gooi hem er maar in. Zet het ei er maar op? Ja. Oh, eens kijken, kom eens kijken, lekker gaan. Ja, ik kom omhoog, ik kom omhoog. Ja. Ik kan nog vetter doen. Een appel. Ja. Hoe denken jullie nu dat het in de fles komt? Door het vuur. Er wordt hij een beetje gesmeld en dan gaat hij vloepen zo in. Er is geen zuurstof meer in de fles en dan moet hij erin. Nee, klopt niet helemaal. Lucifer gaat in de fles. Vuur heeft zuurstof nodig. Doordat je het ei erop zet, komt er geen zuurstof meer in. Daardoor gaat het vuur uit. De lucht die wordt opgewarmd. Doordat de lucifer uitgaat, wordt de lucht ineens zo afgekoeld. En daardoor trekt de lucht het ei de fles in. Ik denk en hoe krijgen we het ei nou eruit? Papa. Nog een lucifer. Ik denk hetzelfde als Silly. Appelsmiddel. Oh nee, dit trucje. Hè? Wat is dit trucje? Azijn. Oh nee, dit wil ik nog. Wat denken jullie als we dit bekertje daarin gooien, wat er dan gaat gebeuren? Knal denk ik. Dat hij eruit zo exploderen. Nou, dan gooi je het bekertje maar eens erin. In één keer erin gooien. Kom bij mij. We kregen allemaal een glas en een tonnetje. Tonnetje? We gaan het glas vullen. Ik heb hetzelfde als jou. Ik ook. Ja. Nou, gaan we water laten zweven. Zet het karton op het glas. Vasthouden. Omdraaien. Zo. Omdraaien. En hoe loopt het? Ja, ik heb het. Wow, dit is echt vet. Ja, goed zo. Hoe kan dat nou? Hoe kan het dat het water kan zweven? Je drukt, je trekt het omhoog, wat de kracht van het is super sterk. Nee. Om ons heen is overal lucht. Lucht. En lucht die drukt. Druk. Van bovenaf komt ook druk. Lucht drukt ongeveer met 1 kilogram per vierkante centimeter. Druk toch tegen dichtgaan. Hier kan alleen buiten om het glas drukken. De onderkant drukt het over het hele vlak. Dus de druk van de onderkant is groter dan van de bovenkant. Daarom blijft het water in het glas zitten. Oh, het is echt vet. Ah! Yeah.
Een rietje. 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 Een rietje. Rietje. Oh, ik kan het omhoog. Ik ook. Ik nog niet. Ik wel. Ik ook. Niet opdrinken of zo. Afvalsmiddel mag je niet drinken. Nou, dan moet ik kijken, ben ik dan die woordje wel door. Die is voorbij. Wauw, hij werkt er voor. Rustig blazen, je mag rustig blazen. Kijk, laat het, laat het groot. In een bel prikken en dan wat. Hier, en prik ze hem hier in de bel en rustig blazen. Kijk, in de bel in de bel en dan rustig blazen. Kijk, werd te groter. Rustig, rustig. Op, wat. Noël, niet prikken bij mij. Ik ben uitgeprikt van het blazen. Nou, vonden jullie de proefjes leuk? Oh,